is het nu? Goed kijken. Goedemorgen. Ik ben er niet zo goed in. Vet geel door de zon. Dat ik al 4 uur op rij. Wacht. Wie denkt dat dit mais is? Liefdesbaby. Tijger. Welkom bij dit ongezonde hoofd die dagen geen daglicht heeft gezien. Bizar. Ik ben nu dus in de fase beland dat ik te lang niks gedaan heb en rebels word. En ineens zin ik om mijn haar blond te verven. Ik had dit nog liggen. Als ik filmpjes kijk, krijgt iedereen heel lelijk oranje haar. Maar mijn haar is echt wel wat lichter en ik wil het gewoon doen. Maar dit is mijn haar. Kijk, het is echt niet heel donker. Maar ik vind de kleur gewoon zo niet mooi. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil het gewoon lichter. Ik ga het gewoon doen. Ik denk trouwens dat ik gewoon lekker op vakantie kan morgen. Want je moet 24 van tevoren geen verkoudheidsklachten meer hebben. En mocht mijn haar verpesten, dan verf ik het in Zwitserland nog een keer tot het goed komt. Ik weet het niet. Ik denk dat het echt niet heel erg mislukt, omdat het al best wel licht is. En het is geen virgin hair of zo. Er is al best wel vaak wat mee gedaan. Het is ook gewoon mooi, koelbruin, overlopend naar koelblond. Maar goed, ik ga het gewoon doen, joh. Bij de kapper wordt het ook net een beetje oranjig. Ik ga het gewoon doen. Als ik iets in mijn hoofd heb, dat zie ik soms in de vlogs van Monica, denk ik, oh, precies hoe ik ook ben. Zo grappig, ik dacht omdat ik een kruidvat haarverf had liggen, maar die had ik niet. Maar dus wel deze, platina. Maar als je filmpjes opzoekt, oh my god, verschrikkelijk. Verwijder de dop van de aanbrengflacon met ontwikkelcreme. Laat me nu even weten of je ook net als ik zo'n sukkel bent die gewoon random besluit dat hij dit met zijn leven moet gaan doen vandaag. Eentje is meestal ook niet genoeg voor mijn haar, maar ik wil ook vooral de onderkant doen, denk ik. Uiteindelijk zou ik echt wel weer terug willen naar blond. Een beetje wat Monica heeft, vind ik echt geweldig. Ik wil sowieso al een tijdje wel weer naar blond, hoor. Maar dan naar mooi blond. Niet blond, blond, blond. Wat ik net zei, weet je. En nu de verhelderende crème. Oh ja. Oeh. Oh my god. Verhelderend, oftewel de bleek. Maar tegenwoordig is het allemaal wel zoveel beter dan vroeger. Wat je in de supermarkt kan, in de drogist kan kopen. Lijkt wel vaseline. Of hoe noem je dit? Euceta. Kent iemand dat? Euceta? Volgens mij kennen heel weinig mensen dat. Misschien niet. Het is ook zonder het hele erge. Schud horizontaal door deze tussen beide handen te rollen. Voor hoe lang? Krachtig. Krachtig. Top van de aanbrengflacon er onmiddellijk af. Om barsten en schadelijke uitspeltingen te voorkomen. Wat moet ik nu doen dan? Oké, nu moeten we beginnen. Dat ging snel. Ik denk dat ik de punten echt wel gewoon volledig kan doen. Ja, mijn haar is echt super licht, joh. Ik vind het echt niet mooi in mijn haarkleur. Oké, moet ik nu gewoon helemaal masseren of moet ik het mooi doen? Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Volgens mij moet je de onderkant gewoon helemaal pakken. Gewoon, huppakee. Oh, waar ben je nog aan begonnen, Charlotte? Oh my god. Dus krijg je strepen en vlekken. Oh, waar ben ik aan begonnen? Niet hoger gaan dan dit. Niet doen. Ik heb ooit ook ombre gedaan. Ik heb zoveel gedaan met haar. Ik weet dat als je gewoon eerst die punten doet en dan na 20 minuten of zo wat hoger gaat werken, krijg je sowieso niet echt strepen volgens mij. Maar gaat je haar hier vet dood van? Ik ben zo benieuwd of er mensen zijn die ook zoals ik dit gewoon zouden doen. En dat er mensen zijn die echt denken, wat doe je? Stop! Oké, deze kant is veel hoger. Zolang ik het niet helemaal bij de aanzet doe, kan er niet zoveel misgaan. Dat vind ik het allerlelijkste. Als je hier helemaal blond wordt. Oké, wat ik nu heb gedaan is het even helemaal zo geborsteld. En dat dan een beetje aan het verspreiden hier. Maar ik denk als het nu, ik weet dat als het oranje wordt, zie je dat nu al. Volgens mij is mijn haar gewoon zo, ik denk echt dat het gaat lukken. Omdat mijn haar dus al zo vaak gedaan is. Dan ben ik zo, nou dit kan niet oranje worden als het nu er zo uit. Oh, ik zie wel een klein beetje oranje als ik goed kijk. Als je, het is natuurlijk ook wit spul op, dus je moet goed kijken. Maar ik denk dat het heel erg meevalt. Oh my god, jongens, dan wordt het, ik ga zo blij zijn, want ik wil al zo lang weer een beetje cool blond worden. Nou, zo ga ik gewoon een beetje door. Zorg dat hier het langste erin zit. En ik ben zo benieuwd. Ik ben nu al een half uur bezig. Zeg maar, het zit er een half uur, maar ik ben ook al een half uur bezig. Ik ben echt mijn best aan het doen. Dit gaat sowieso heel licht worden. Ik heb net een stukje uitgespoeld. Het is gewoon echt super blond. Ik vind het heel vet. Maar ik ben zo benieuwd hoe de rest gaat worden. Ik vind het zo spannend. Zo ziet het eruit.
Kijk, ik zit hier natuurlijk super donker omdat ik hier niks heb gedaan. Ik heb hier wel wat gedaan, maar heel weinig. Nou, de achterkant zie ik zelf niet, dus prima. Oh, spannend jongens. Nou, weet je, als het niks is, koop ik morgen nog een pakje en doe ik het dus weer nog een keer. Nou, dit ziet er zo goed uit. Duimpje omhoog voor dit experiment. Nog 5-7 minuutjes. Ik vind het zo spannend. Kijk, ik heb nu natuurlijk niet helemaal blond gedaan. Dat vind ik gewoon te groot risico. Maar als dit mooi uitpakt, nou, dan kan ik nog een keer doen. Kan ik wat hoger en dan kan je zelf op die manier steeds blonder maken. Maar ik weet ook niet of ik dat wil hoor. Helemaal blond of... Ik weet dat ik in ieder geval een donkere aanzet wil houden. Nou, nu heb ik gewoon meer een soort ombre. Maar we gaan zien of het echt gewoon zo bruin, of de overloop mooi gaat zijn of niet. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik vind het echt het spannendste ooit, want ik voel dat het voor het eerst wel echt mooi gaat worden. Maar ik denk dat hierboven dat het vrijwel niks gaat zien. Er zit zo weinig in. Met bepaald licht is het echt geweldig goed gelukt. Met bepaald licht lijkt het ook heel erg oranje. Als ik dit nog één keer verf, wordt het zo goed. Ik ben nu al zo tevreden. Dit is wel beter dan wat ik had verwacht. Dit is zeg maar echt, ik vind dat ik het echt heel goed heb gedaan. Ik wil even kijken. Dit kan ik nu niet zien. Hoe het er zo uitziet. Misschien echt verschrikkelijk hoor, maar... Volgens mij is het, ik vind het echt goed. Ik vind ook, ik heb al vaker toen zelf mijn haar geverfd. En ik vond dat het altijd best wel goed lukte. Als je het maar, ja, je moet het gewoon vaker doen. Maar dit is echt wel super goed. En het is ook totaal niet wennig voor me. Ik voel me zoveel meer mezelf met toch een beetje blond. Weet ik nu. Ik heb het super heet nog. Ik heb geen koers, maar ik ben nog natuurlijk nog niet helemaal lekker. Maar ik wil even nog een pakje verf erbij halen. En sprinkle ingrediënten dat ik even gezond kan eten. Ben ik er toch even uit geweest. Dus dit was het haarexperiment, jongens. Een bepaald licht is het super goed gelukt. Nou ja, als ik het nog een keer doe, wordt het gewoon koeler. Steeds koeler. Ik heb trouwens met Fudge Silver Shampoo gewassen daarna. En toen dat spul wat erbij zat erin gedaan. Oké. En toch wel gaan fietsen. Ik moet mijn haar wel echt nog een keer doen. En dan moet ik het misschien ook hoger doen, toch? Dat vind ik dus heel eng. In ieder geval ben ik toch wel gefietst. Het was wel vermoeiend, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. En nu ga ik spring rolls maken. Heel anders met sla, spitskool, avocado, persik uit blik. Want het was geen fruit die vers, die rijp was. Komkommer, gerookte kip en deze vellen. Dus ik ga die vellen warm maken en dan ga ik het maken. Ineens heeft ze blond haar, hoor. Ja, Bobby, jij herkent me wel, hè? De laatste keer dat ik dit deed, was ik met haar. En dat was heel gezellig. Ik weet niet of ik deze kleur blond per se wilde hebben. Super blond, hè? Dat Sanne en Jim had ik natuurlijk in Amersfoort Spring Rolls. En daar heb ik super veel sla in. Dat vind ik eigenlijk wel heel lekker. En er moet dus niet te veel in. Dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Echt gewoon alles één stukje. Ik doe altijd te veel. Dan. Het is zo lekker. Al doe je alleen sla erin, is wel lekker serieus. Ja, je bent lief. Ik heb mijn haar nog een keer geverfd. Ik heb het allemaal op Instagram gezet. Ik heb het volgens mij niet tegen jullie gezegd. Het is echt heel blond. Ik ga het morgen wel zien. Het is heel goed gelukt, maar het is wel echt heel blond. En eigenlijk wilde ik helemaal niet zo blond. Maar het komt goed. Ze blijven groter dan... In het restaurant, maar ik vind dit super lekker. Ik heb er 6 voor nu. Oh my god, mijn haar. Mijn haar is echt super lekker. Lekker op de boom. Zo, schone kooi. Ga er maar in. Heb ik lekker schoongemaakt voor de vakantie. Lekker erin, Wolf. Ga maar lekker in de schone kooi. Dat is fijn, hè? Alles schoon. Ja, lekker. Ik ga hem niet dicht doen. Goed zo. Alles is weer schoon, baby. Ga maar lekker zaadjes eten. Hoi. Liefje. Hey jongens, ik ben lekker bezig. Ik moet over... Oh, over een uur moet ik weg. Het gaat ineens best wel snel, maar... Ik ben lekker op tijd hoor, met alles. Ik zal trouwens even proberen om de producten te linken die ik allemaal heb gebruikt. Ik heb nu helaas net iets te veel olie in mijn haar gedaan, daar baal ik van. Maar ik heb net nog een keer mijn haar gewassen. Ik dacht, waarom ook niet? Met Fudge Silver Shampoo eerst 5 minuten erin gedaan op droog haar. En toen nog een paar minuten met water laten schuimen. En daarna heb ik het Maria Nila Silver Pearl Silver Masker nog een paar minuten in gedaan. En toen nog een Keune Silver Conditioner. Daarna allemaal olie en spullen voor hittebescherming. Zo heb ik het gefeund.
Maar ik hou er echt van hoeveel meer volume mijn haar heeft. Op Insta is iedereen helemaal van pas op, Charlotte, je beschadigt je haar. Maar ik vind dat, je haar is niet permanent. Ik bedoel, dit is er over 2 jaar weer af. Het voelt totaal niet dood. Ik kan echt heel wat hebben met mijn haar. En ik vind het zo lekker. Het voelt alsof ik veel meer haar heb nu. Omdat het gewoon wat stugger wordt door dat verven. Ik heb eindelijk weer een beetje volume. Was het zo zat, mijn haar. Het was zo zacht. En vond ik er bruin niet mooi. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik ga nu even hem opmaken. Ik doe denk ik wel even een krulletje aan de onderkant erin. Ik ben echt wel tevreden. Het lijkt ook zo lang. Zo is het nu. Ik vind het echt helemaal prim. Echt beter dan verwacht. Ik heb mijn trein gehaald. Moet je eigenlijk ook een mondkapje op als er echt niemand naast je zit? Het is de eerste keer dat ik het doe. Ik krijg het zo snel benauwd. Bolly die ging dus niet in de kooi. En toen was ik ook nog mijn pil vergeten. Dus ben ik nog snel naar boven gerend. Want ik moet wel gewoon de pil blijven slikken. Er wordt naar me gelachen. Dat vind ik altijd heel irritant. Maar ik heb het allemaal gehad. Ik heb gewoon de trein die ik moest hebben. Nou, alles gewoon volgens plan eigenlijk. En haar is super mooi, maar dat zie je niet. Ga dit nu invullen. Ik kon niet de officiële voor Zwitserland vinden. Voor andere landen wel, maar niet voor Zwitserland. Maar ik neem aan dat dit goed is. De laatste tijd eet ik echt exact waar ik zin in heb. En dat valt me heel goed. Wow, blond haar. Hallo, ik ben er. Dus vriendin zit beneden en dan gaan zij voor 3 dagen weg. En dan ga ik nog 3 dagen in mijn eentje beneden. En mijn ouders slapen daar. Ik heb het huis al een keer heel uitgebreid laten zien, maar dat is al heel lang geleden. Dus ik zal het nog wel even aan jullie laten zien. Maar nu ga ik lekker even mijn spulletjes pakken om te kunnen slapen. En ik ben blij dat ik er ben, want het voelt gewoon alsof ik thuis ben. Maar dan in een ander land. Heerlijk. Goedemorgen. Ik kan wel een dagje zon gebruiken. Brandoutfit. Goedemorgen. Mag ik nog een heel klein beetje voor je mascara nemen als je het toch de hele tijd vindt? Heb ik in de auto, moet je het nu? Nee, dan kan ik het in de auto. Nee, doe maar weer. We werken de hele dag naar het strand. Omdat de horen is een super chill strand. Zo grappig dat je ineens in het water bent in een mooi land waar je 24 uur geleden nog in. Wat zeg je, Charlotte? Je kan ook even daarheen lopen, hè? Nou, dit is dus de eerste dag van Charlotte op vakantie in Ticino. 24 uur geleden lag ik nog in mijn bed in Nederland. Ja, en nu lig je niet meer in je bed, want normaal zou je wel in je bed liggen, maar nu niet meer, hè? Ja. Want hoe laat is het ongeveer? 11 uur. Zal er zoiets zijn, hè? Kwart over 11. En wat doe jij normaal om 11 uur? Ja, nu omdat ik ziek was, sliep ik dan nog. Ah ja, en als je niet ziek bent? Je bent nu niet ziek meer, dus... Ben ik wel met vriendinnen al. Ah. Ja, aan het klaarmaken. Kijk, ik zal even laten zien. Jee. En wat doet je vader altijd 's ochtends? Cola drinken. Zero. En wat heb ik voor een heerlijke cola? Met kerstjes erin. Ja, ja. Zo. Ik hoop dat ik heel bruin word. Nou, ik zal even wat uitleggen. Dit is dus het Lago Maggiore.
Dat is een super lekker meer. Kijk eens naar het water. Hartstikke helder. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, het wordt ook zo heet hier dat je moet wel wat water in de buurt hebben. Want... Valt dan mee hoe heet? Nou, wacht maar af. Ik spreek je straks om een uur of twee. Oh ja. En het is toch wel heel erg lekker als je gewoon even kan plonzen. Want anders hou je het gewoon niet vol. En boven, in de bergen, waar wij het huis hebben, is het ja, toch wel ontzettend heet. Waar is ons huis nu? Ons huis? Weet je niet, hè? Nou, ik ben een beetje, ik ben er niet zo goed in. Volgens mij is het daar. Mama, waar is nu ons huis? Ruim voor filmen. Je kan het huis niet zien vanaf hier. Maar kijk, dit is dus Gerra. Zie je dat roze huis daar? Dat roze huis naast het gele huis. Daar hadden we bijna gewoond. Dat lag vlak aan de weg. Je loopt zo de deur uit, de weg op. En er zat een trein in de achtertuin. Dat hebben we niet gedaan. Oh, we hebben hier een fantastische plek. Zo geweldig hier. Papa neemt de klok over. Eens kijken, joh. Kijk, het is... Overal heb je van die privéstrandjes. Wordt gewoon van belastinggeld betaald. Kijk eens hier. Zwitserland, palmbomen. Geweldig, hè? Met hele keurige toiletten en douches. Alles is heel goed geregeld hier. Ja, er zijn heel veel mensen die naar het Lago Maggiore gaan. Heel veel Nederlanders natuurlijk, altijd kamperen. Dat is niet zo gek, want het is gewoon een paradijsje. Hey Charlotte? Ja? Hallo. Hallo. Wow, kijk hoe erg ik hier ga. Filmpje. Dit is echt een super chill leven. Hallo, ik heb net denk ik 2 uur in het water gelegen. Het was echt zo lekker. Ik ben dus heel benieuwd wat Maar gaat doen met de zon. Ik ben bang dat het geel gaat worden. Want het gebleek is het niet gebeurd. We'll see. We zitten hier echt heel chill. De padden zitten in het water. Deze pad is in er eentje aan het dammen. En deze pad ligt voor Pampus. En deze zit in de shadow. Mag niet te veel zon met de antibiotics. Ben je aan het vloggen? Alsof ik een eend. Wist je dat niet? Nee. Alsof ik een eend. Eerst wist je het niet en toen zag je het. Daar zijn de padden. Ik vind dat leuk. Soms is het te leven. Ja. Gaan we kijken of ik kan bellen, maar ik heb heel weinig batterij. Oh, dat is lekker. Ik heb een probleem, jongens, want mijn haar is veel blonder geworden en nu vind ik het niet meer mooi. En nu weet ik echt niet wat ik moet doen. Dat is niet wat ik wil. Eerlijk. Of ik ben gek, maar volgens mij is het veel blonder. Nu voelt het niet meer als mezelf. Wat moet ik nu nou doen? Het was een heerlijke dag. Daar zijn die Elletuin. Daar zijn die broer en die schonzes. We zijn nu trouwens in Italië. Ineens helpt mijn familie van ver rijden, want we moeten straks meer dan een uur terugrijden naar huis. Normaal houden ze daar helemaal niet van. Nu zijn we dus hier. Overal superveel vrede op aarde. Heerlijk.
Carpaccio di manzo con misti. Hallo mensen. In Italië. Hoe heet het? La Gabello Restaurante in Pizza. Hier zijn we. Oh, je hebt hier weer bruschetta met pomodoro. Oh. Ja, ik vind dat zo lekker. Ik wil echt heel graag ook een salade erbij. Yummy, yummy. Is het allemaal Italiaans? Ja. Nee, daaronder het Engels. Oh. Carta de dai vini. Proost. Salade met avocado, feta, quinoa, een Griekse salade en een met burrata. We zijn verplaatst omdat het ging regenen. Heel mooi eten hebben ze hoor. Wow, wat is dat? Is het een bab? Proost op geworden. Echt? Oh, kijk het eten. Oh. Wow, ik heb dus een heleboel burrata op mijn pizza die ik er zelf overheen kan verdelen. Bizar. Rucola, kalamata, olijven, buffel, mozzarella. Ik hou altijd van caprese, maar dat is dit eigenlijk ook. Maar dan dus heel luxe met dit erop. Wat is dat dan? En papa heeft, weet ik niet. Mis heb ik aan transformatie, olieparties met... Eet eekhoorntjes brood. Eekhoorntjes brood. En mama heeft pizza zonder saus. Lekker. Het is helemaal leuk, Atelier. Lekker. Pina colada without alcohol. Het is een hand opsteken. Thank you. Oh, lekker joh. Oeh, het ziet er erg lekker uit. Heb jij wat je vorige keer ook had? Moskou? Moeito. Hey, pina colada. Grazie. Prego. Grazie. Ziet er gezellig uit dit. Leuk. Jullie twee. In de vlog. Jij ook nog even erbij? Kijk. Ja, oma die had grapen. Is het twee op het dek. Ik ook steeds op mijn telefoon hoor. Maar het ziet er heel grappig uit. Zitten jullie naar jezelf te kijken? Ja, een goede foto te krijgen. Kom maar. Lief. Hop en ik hebben allebei eentje zonder alcohol. Oh, dit doet me echt te denken aan vakantie. Proost. Proost. Lekker. Proost. Oh, wat lekker. Hey jongens, het was gisteren echt een hele leuke dag. Wel heel heftig, want we waren echt van 10 tot 11:30 van huis. En mijn amandelen zijn dus niet meer ontstoken. Ik moet nu nog 3 pillen. Heel veel shampoo maar gedaan. Ik was gisteren best wel een beetje gestrest. Als je dus blond haar hebt, denk je logisch. Maar je haar wordt dus vet geel door de zon. En ik heb natuurlijk ook gebleekt en niet geverfd. Ik ben echt super blond. Maar ik wil wel gewoon dat het cool blond is en dat ik een bruine aanzet houd. Het was gisteren voor mij gewoon helemaal geel hier. Dus ik heb vanochtend nog 1 portie Fudge Silver Shampoo. Ik heb dan nu het laatste restje water bij gedaan, zodat ik daar nog 1 keer mee kan wassen. Maar ik heb het echt er dik in gedaan, 5 minuten ingelaten op droog haar. Toen nog met nat haar heel goed erin gemasseerd en ingelaten. En toen, wat ik bij de verf kreeg, helemaal in mijn haar gemasseerd. Dus een soort van zilvermasker een beetje is dat. En er denk ik een half uur ingelaten en toen uitgespoeld. En ik vind de kleur echt volgens mij alweer veel beter. Dus dat is wel fijn. Als ik dat veel blijf doen, wordt het echt wel mooi. Er zitten echt stukjes tussen die gewoon zilver zijn. Heel gaaf. Maar niet alles. Nou, ik vind mijn haar zo hartstikke leuk. Vandaag lekker geen make-up. Papa gaat vanavond een pizza maken, dus we hebben weer pizza. Maar dat is wel een stuk gezonder. En ik ga even kijken wat ik op mijn brood ga doen. En het is hier echt heerlijk. Maar het is dus al woensdag en we gaan zondag al weg, dus ik heb hier helemaal niet zo lang. Maar ik ben zo blij dat ik er ben, want toen ik ziek was wilde ik niet eens meer gaan. Zo ziek was ik. Maar ja, wat ga ik op mijn brood doen? Ik heb eigenlijk geen iets voor komkommer of zo. Ik heb echt geen idee wat er is. Ik doe gewoon lekker mee met wat er is. Volgens mij is er niet zoveel. Je hebt een heel klein glasje, hè? Ja, nee, ik heb 25 vorig jaar en 22 dit jaar. Oh? Dat had heel veel impact aan het begin. Ik droom er nu nooit meer over, joh. Nee, maar dat ik echt... Als ik iets met ouders heb. En ik had dat echt zo... En het ging gewoon goed, weet je wel? Oh? Oh? Oh. Wij gaan voor je bereiden. Zo, je ziet alleen maar dit, hè? Ja. Maar als Kiekeboe er ook bij. Kiekeboe? Ja, die pakt dan de steentjes. Nu denk je dat je dan denkt, ik heb niks hoor. Als ik naar jou kijk, zo, dan denk je dat ik al 4 op rij heb. Best slim. Als oma ben. Best slim. Nu heb ik gewonnen.
Ja. Zie, ik wist dat ik niet zag. Wit saai. Wit saai? Als ik win, denk ik, ja, het is nog niet boeiend dat ik heb gewonnen. Zo makkelijk. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Nee, maar ik bedoel het spel. Je weet... Je hebt er gewonnen. Je hebt controle over je acties. Je kan weten dat je verliest door niet op te letten. Heb papa verloren? Ik zag het niet. Maar ik vind dat een beetje niet uitdagend. Nou, sorry hoor, maar papa en ik die spelen. Nee, papa was heel goed. Ja. Maar ik bedoel, je weet... Ik vind het niet spannend, want je weet gewoon... Als je verkeerde handen doet, verlies je. Snap je? Ja, maar je moet... Ja, maar het is, ik hou meer van ook een beetje spanning. Nou, moet je massa maken. Zoals wat dan? Een test of zo. Dan weet je niet precies wat er gaat gebeuren. Ik heb gewonnen. Ja. Nog een keer? Wie denken jullie dat ze gaat winnen? Zet het nu in de comments. Degene die wint, wint een meet and greet met Eline. Denk je altijd dat je gaat winnen van papa? Nee, want ik ben defensief gedwongen. Wat? Ik ben defensie gedwongen. Oh, oké. Okay. Lekker snackpot. Ik vind het best wel jammer dat jullie morgen naar huis gaan. Ik snap er helemaal niks van. Vlagjes. Nu kan ik wachten. Ik wacht gewoon lekker. Pepsi. Kan je hem doen, Femke Louise? Ik ook niet meer. Hoe heet het? Kijken, als ik het zie, weet ik hoe die heet. Hoe heet het? Oh, ik weet niet hoe die heet. Kijken. Femke Louise. Loka? Nee. Slijt. Wijnslow. Exi Loka. Ja. Moet je even gaan luisteren. Dit is een leuk nummer, eerst deze. Nee. Ik heb het allemaal mee naar boven. Bij haar moet ook altijd eerst het muziekje af worden gedaan. Oh, lekker gezond. Sexy. Is dat die van Femke Louise? Femke Loka. Hé, hey, lekkere feta. Feta. Mooi stem heeft, hè? Ja, ik hoor. Oogbonen. Daar zit geen R achter, Melissa. Oogbonen? Feta. Wow, dit is echt uit een vakantiegevoel met vlechtjes in haar. Pepsi. Pepsi. Cola. Mora. Mora. Sisi. Het wel hetzelfde. Wie er lacht, is gewoon hetzelfde. Krijgt een opdracht. Wie denkt dat dit mais is? Dit ziet er heel leuk uit alsof je op vakantie bent. Waarom ben ik nu niet meer moe? Ah. Fijn, leuke naam. Hoor jongen. Het zijn ratten. Echte ratten. Zij is wel fantastisch. Doet zij nog musicals? Ik ben best wel oud, toch? Wie kende dat lied? Robin, kan ik wel dan snijden op dat ding? Kan ik toch strepen? Dit is een pizza zonder die sausje, die tomaten, because dat is heel lekker. Dit is het uitzicht aan de ene kant. Het uitzicht aan de andere kant. Als mensen dit zien, denken ze echt, wow. Dit is het andere uitzicht. Die papa die die pizza maakte. En hier is die andere uitzicht. Lekkere pizza mislukte. Daar zijn die liefdesbaby's. Liefdesbaby? Wat zei je toch? Liefdesbaby. Clickbait. YouTube vlogvolgers. Ik wil graag deze. Oh, die is lekker. Omdat hij 3 tomaten heeft, hè? Doe deze. Papa, wil ik pizza? Hey, zit er garlic op? Dat vind ik heel lekker. We're going. Oh, lekkere frisje meid. Wij gaan even pizza proeven. Dat is Eline Wispel. Dit is Wispel, hè? Maar hoe kom ik op deze? Even op. Leiden nog 2 grote. Ik wil er allemaal. Ga ik zelf wat stuk? Maar eerst zou het morgen helemaal niet zo mooi weer worden. Ik heb er nu al sowieso 300 gehad.
ik lekker. Wow, het is vet heet. Kijkers staan hier nu. Oliver ging maar filmen. Wow, ik ben gewoon bezweet, joh. Het gaat op wat Oliver ging filmen. Kijk een mooie plek. Ik ga echt zo lang door als ik kan. Met pyjama. Good morning. Oliver en Melissa gaan nu weg. Ze zijn dus iets langer gebleven. Het was eerst de bedoeling dat ik een weekje kwam en zij een weekje. Maar ik zei ja, ik vind het. Zodat ik zeg maar dan ook mijn eigen verblijfje beneden had. Maar ik zei, nou, ik slaap bij papa en mama. Ik vind het vet gezellig als jullie ook komen. Dus, maar nu gaan ze wel weg. Gaan ze nog even naar Duitsland. Dus gaan ze naar Duitsland. Mama maakt elke ochtend koffie voor mij, lieve. Ze gaan nu weg. Ik doe. Mama heeft brood voor mij gemaakt. Ei, tomaat en kaas. Vet lekker. Het is mijn ontbijt. Hoe laat is het? 1 uur of zo. Dan ben je eentje gevoerd en nu komt daar de andere familie aan. Nu is het brood op. Zo, nu is het klaar. Nu is het klaar, jongens. Nu is het klaar. Wij zijn in de supermarkt. Voor mij een beetje dat ik ook nog naar de supermarkt kan. Heel duur Zwitserland. Ik wou eigenlijk naar Italië, maar dat was te ver. Als je trek hebt, moet je echt niet naar de supermarkt. Nu wil ik echt dit eten. Wat is dit? Torta di panna. Ik heb zin in een worteltaart. Honger. Oh. Ik bedoel trek. Honger kennen we niet. Oh, lekker. Vanochtend al heel lekker aubergine gemarineerd, hoe je dat ook noemt. Hm? Al eigenlijk moet ik even straks vertellen, moet je even straks vertellen hoe je dat maakt, die aubergine. Want dat is echt iets wat bijna niemand weet. Oh, moet je het doen straks maar. Als je klaar bent met, als we gaan eten. Hoezo? De aubergine moet heel lang in de oven. Aubergines. Aubergines. Hoe die aubergine. Dit is aubergine. Dit is, ik denk dat heel weinig mensen aubergine kennen. Dat het echt lekker is. Want dit is dus iets, naar mijn mening, wat je echt goed moet bereiden. Je kerft ze in. Niet helemaal tot onderaan, want dan gaan ze kapot. Want dan breekt die open. Maar jezelf vloggen. Leuk. Oh. Twice bedaald. Ah. Bruin, hè, ben je? Dus. Hallo. Kerft de aubergines dus in. 4 keer of zo. Op de bovenkant schuin. Mm-hmm. Zodat je riggeltjes krijgt waar je iets in kan doen voor de marinade. Ja. En dan neem je dus olie. Flink wat olie. Je neemt rode peper. Maar weer niet te veel olie, want sommige mensen maken het zo sompig. Als jij zegt veel olie, dan denken mensen dat ze echt veel olie hebben. Nee, maar ik weet niet hoeveel. Ja, het is, weet je, ik hou niet van heel vet eten. Nee. Dus aubergine slurpt ook enorm veel olie. Dus. Want het lijkt als je het nu eet, alsof er bijna geen olie op zit, hè? Nee, het zit er wel op hoor. Je neemt olijfolie, je neemt rode peper die heel klein, fijn snijdt. Je neemt heel veel knoflook, heel klein snijden, zout en peper. En vervolgens maak je daar een papje van. En dat verdeel je over de auberginehelften. En dan prop je alles met een lepeltje of met je duim. Prop je alles in die gultjes die je hebt gemaakt. Wat je dan doet is 190 graden, ongeveer 50 minuten of een uur. Zet je het in de oven op de helft van de hoogte. En wat ik dan uiteindelijk doe, is dat ik... Zie je dat? Zo. Dit moet je even heel goed laten zien. Ziet u zo? Je mag even laten zien. Ja, laat zien. Het smaakt super lekker. Want het is echt, jongens, dit is, als je dit nooit hebt gegeten, dan ben je echt verbaasd over hoe lekker het is. Je verwacht het echt niet. Het wordt heel zacht van binnen. Ja, heel zacht. Wat ik dus doe is, ik maak wat yoghurt, ja. Neem ik. Een paar druppeltjes olijfolie eroverheen. Een klein beetje cayennepeper of iets anders wat een klein beetje heet is. Dat moet heel goed zijn. En die yoghurt druppel je een klein beetje over de hete aubergine. Als het over zou komen. Je doet er wat munt, fijn gesneden munt overheen. En dan heb je een super lekkere hap. Hoe lang onder oven? Hij moest eigenlijk nog, vind ik, 5 minuutjes langer. Dan is hij nog lekkerder. Nou ja, je kan hem...
190 graden. Uur. Als je kleinere aubergines doet, dan is hij veel minder dik van binnen. Lekker is als hij echt. Eén keer had ik, was het bijna soep. Dat ik ook. Dat vind ik het allerlekkerst. Dit is ook heel lekker hoor, maar. Weet je, echt, dat soort, dan is het bijna een soort, dat, hoe heet dat spul? Aubergine puree? Want dat vind ik dan weer niet lekker. Het is zachter dan de vorige keer. Het is wel lekker zacht. Ja, vorige keer was het daar. Mag ze er nog een? Ja, ik wil ook wel nog een. Heel lekker. Ik vind het lekkerst als je even 5 minuten laat afkoelen uit de oven en dan de yoghurt er pas in doet, zodat de yoghurt niet heel warm wordt. Laatste dag, jongen. Lekker, hè? Tijger. Goed zo. Oh. Ga je weer de hele dag op het luchtbed? Ja. Oh, wat een herrie, hè? Bedankt. Laatste keer luchtbed opblazen. Wat een uitzicht, jongens. Eerst in mijn leven ben ik aan het tappen. Een vakje voorwaarts in diagonale richting. Mag je niet erachter? Dat mag je niet zo pakken. Oké. Okay. Dan kan je overal pakken bijna. Overal? Leuk. Wat stom is dat ik ook niet daarmee vooruit kom. Ik heb het midden, dus jij moet de zijkant gaan pakken. Oh, ik weet wat ik ga doen. Zo'n bruin toren. Twee. Heb jij ook een 2? Ja. Mag je die opgooien, dan moet ik een 4 pakken. Eerlijk, hè, van mij. Ik ben de vlog aan het bewerken. Ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. En ik ga hem hier bij de midden hakken. Hij loopt vast, zoals altijd. Heel vervelend, maar ik hoop dat je me heel erg leuk vond. En dan even je duimpje omhoog voor mijn haar in deze vakantiebeelden. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En dan zie ik je snel weer bij een volgende vlog. En natuurlijk op Insta. En